Harold and Maude is zonder twijfel een van de bekendste cultfilms aller tijden. Toen deze inktzwarte komedie in 1971 in première ging, waren de recensies over het algemeen negatief. Het toonaangevende showbizblad Variety omschreef de film als even grappig als een brandend weeshuis. Aanvankelijk was Harold and Maude een regelrechte flop, maar na verloop van tijd begon hij aan een uiterst succesvol tweede leven in tal van Amerikaanse universiteitssteden. In Minneapolis vonden zelfs demonstraties plaats om de film, die al 3 jaar achter elkaar in een van de plaatselijke bioscopen draaide, van de agenda af te krijgen. Het is met name die tegenstelling tussen vervente voor- en tegenstanders die een film tot cultfilm maakt. I like you more. I like you, Harold. Harold and Maude is een liefdesgeschiedenis. En de controverse rond de film had vooral te maken met het feit dat Harold 20 is en Maude 79. Maar ondanks dat enorme leeftijdsverschil is de relatie tussen die twee geen moment ongeloofwaardig. Integendeel. Harold, een rol van Bud Cort, is een depressiefrijke luiszoontje dat het gebrek aan aandacht van zijn moeder compenseert met halfslachtige zelfmoordpogingen. Zijn obsessie voor de